welcome. This is the energy vibration for the Scorpionites. It is the month of October 2016, and it is for the Scorpionites, Sun, Moon, and Rising. The energy of the month is the Raad van Fortune. We beginnen de maand met de vuurenergie. Het is de maand van de vuurenergie met de algemeen lezing van de zot. Het is een fantastisch maand voor alle Scorpionietjes vanwege dat je zodiac verjaardag voor de jaar van 2016. Het is nu de tijd als je verjaardag is in de laatste weken van oktober. Het wordt fantastisch, oké? Als we kijken even verder, die cosmic energy voor jullie zijn de zon. En de zon is gewoon voor iedereen. Het is een fantastische maand met de Raad van Fortune, met heel veel succes. Kom in voor jullie Scorpionnetje. Als ik bekijk de eerste week, we hebben de energy vibration van de Emperor. En de Emperor... je krijgt nieuws van je werk of van je zakelijke dingen. Maar hierbij krijg je ook om te weten dat daar is diefstal verpleegd. Oké? Dus iemand zit iets te stelen van jou. Diefstal is verpleegd. Oké? Als we bekijken de energies van de tweede week. De tweede week heb je mee te maken met een vertrouwelijke organisatie. Dus is zoiets als deze organisatie. Je krijgt een berichtje dat diefstal is verpleegd bij jou. En het heeft mee te maken met je werk. Dat vanuit je werk iemand heeft iets van jou gestelen. Of iets, ja... En je krijgt een bericht hierover. En een organisatie ga je helpen. Een vertrouwelijke organisatie ga je helpen. En je krijgt steun. Oké? Als we bekijken de derde week. De derde week heeft de energie van de duivel. En deze situatie met de duivel komt naar een eind naartoe. En eindelijk kan je geld en rijkdom en abundance en prosperity. Geld, rijkdom, abundance en prosperity kom naar je toe, oké? Want deze energie van de duivel is iets wat zit jij te blokkeren en opeens komt het tot een eind, oké? En dan ga je zien dat alles, alle werk, je krijgt werk, alle situatie komt naar je toe. Hij zit gewoon goed nou. Want je zit in een moeilijke tijd, je zit te tekenen alles om te vechten vanwege dat en energie had je geblokkeerd. En dat was de energie van de duivel. We zetten de duivel, de energie van de duivel, want het is de week van de duivel. Maar deze negatieve energie komt op een eind en dat is goed. Als we bekijken de laatste week, het is een fantastische week. Als je bent jaardag in de laatste weken van oktober, het is een fantastische week. Vanwege doordat is een yes, is ja. De zegwaker komt binnen en de zegwaker brak je naar een verbetering. De zegwaker ga je even uit van onder soorten mensen dat zit jij teken te werken, oké? En dat komt tot een eind. En dit is best wel goed. En ik vind het zo fantastisch. Deze maand van wekens door dat voor iedereen. Iedereen, daar komt een eind. Daar komt karmatic einde. Maar daar komt een fantastisch begin voor jullie mensen. En wat ik zie hier is dat je wordt heel lang geblokkeerd van bepaalde dingen. En nou eindelijk komt daar vrijheid dat je geluk kan je toekomen. En dit is best wel goed omdat mensen zat van jou te profiteren en... het is niet profiteer, het is gewoon blatant diefstal. En je komt daar wel achter. Want iemand of een organisatie ga je daar even wakker worden daar naartoe, oké? Dus let me hier op de situatie wat is aan de gang. Want daar zijn mensen en Ik zie niet dat je krijgt de spullen terug van wat ze heeft van jou gestolen. Het is zoiets als een situatie met je huis, een situatie met je zaken. En voor de mensen, dus je hebt situatie in je huis, situatie op je werk, situatie met zaken. Van wekens door dat die energy vibration is hier. Dus let me hier op. In de derde weken, alle de narigheid komt plotseling tot het eind. En dat is de einde van dat situatie. Als wij bekijken die energie op de vierde week, de sekwaker komt binnen om je weg te halen van die negatieve energie van de mensen. Dat zat op je weg en zat je te blokkeren. En wilde niet dat jij je leven beter maken. En dat energie komt tot een eind. En plotseling een eind. En dit is best wel goed. Je algemene energie is de vijf van kop. En dit is best wel goed voor jullie. En waarom is dit goed? Omdat het zegt... je verwacht iets anders, oké? Maar wanneer je heeft de vijf van kops en dan 3 is gewoon in de water weggelopen. Je hebt nog steeds 2. Dus denk niet aan wat je hebt verloren. Denk aan wat je heeft nou. Ja, is zoiets als ik heb tegen mensen gezegd. Door moeilijkheden en door dingen dat is weggegaan, dan krijg je iets even beter en beter dingen in je leven. Zoals als je hebt een relatie en je was helemaal gek dat die vrouw is weg. Maar nou krijg je iets best wel beter voor u als een mens. Oké? Dus het is een fantastisch. Ik wens iedereen die heeft verjaardag in de laatste weken van oktober een fantastische tijd. Deze zijn goede dingen. Je komt achter diefstal, which is fantastisch. En dat is de energie. En weet je, het is de energie van bijna iedereen. Dus als je op school zit, bekijk het. Bekijk wat rond je gaat. Want daar is die energie van diefstal van mensen. Probeer dingen van jou op te lichten. Ja? Ik moet zeggen... geniet van je maand. Het is een fantastische maand met heel goede energie. Je komt tegen een vertrouwelijke organisatie. Dat is goed. Maakt niet uit. Je krijgt breekt dat over diefstal. Maar maakt niet uit. Maar het komt goed. En ik ga tegen jullie zeggen. Genieten van je maand. En ik spreek je wel volgende maand. Blijf eens even wachten voor de algemeen lezen. Welkom naar de algemene energie van de maand van oktober. We hebben de energie van Papa, van de orbs energy. En de orbs energy komt deze keer en het komt met de energie van de gold en silver violet flame. Dus de gold, de goud en zilver violet vlam, oké? Dus het is een fantastische energie. Ik laat het hier op. Het is best wel een goede energie om even uit negatieve situatie en negatieve oplossing van allerlei dingen rond jou. En dit is een fantastische tijd. Als jij zit in een negatieve energie of negatieve situatie, kan dit jou wel helpen om vanuit deze situatie uit te komen, oké? Ik ga even verder en de energie dat we hebben ook is de energie van de harde kracht, de kracht van de aarde. En wanneer deze energie komt op, kijk, het is de eind, bijna de eind van het jaar. Het is de maand van oktober en het is de eind waar je kan even buiten gaan in de buiten op de gras te gaan lopen om jezelf even grondig. Omdat soms voelen we zoiets als we zitten in de waarde of we zitten in de lucht en we weten het niet en we zien het als het komt. Dat betekent dat je bent niet grondig. En door deze situatie, dit is wat gebeurt, weet je. En daarom de mensen die houden van crop circles, als je gaat in de crop circles kan staan, dan krijg je een reboot van energy vibration, omdat wij als een mens zijn gebouw op energie. Oké, en het is fantastisch. En als je gaat bij de Stone Age, dan dat krijg je ook van Vikings, doordat het is zo grondig met krachtige energies. Als we gaan even verder, we hebben de energies van bang. Mensen, je moet echt niet bang zijn. Word niet bang voor niks en niemand in het leven. Van wekens door dat. Het is gewoon... de bangheid is gewoon een manier om te testen die energie van de geliefde. Oké? Omdat... Voor bijvoorbeeld, je bent bang dat iets gaat gebeuren. Je trekt dat energie naar je toe. En dan gebeurt het. En je zegt, ja, zie je, daarom zeg ik dat ik wil het niet doen. Ja, omdat jij zelf heeft deze energie naar jou getrekt. Dus als jij zegt, weet je, ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet, ik heb het nooit geprobeerd. Ik weet het niet. Weet je, dat is best wel goed. Maar als je gaat even... kan zeggen, ja, dat wil ik niet en ik weet het nooit en ik wil dat. Dan trek je dat energie of dat het gaat niet lukken of wat. En zo krijg je de energie van je wordt bang van iets wat je niet van weet. En de onwetendheid van iets. En dat laat je vol. Maar dat is gewoon een energy vibration. Dat is gewoon een test. Want alles is van liefde. De enige dingen dat bestaat, mens, is gewoon liefde. En als jij hebt liefde. En als jij maakt jezelf rijk met liefde. Dan word je nooit bang voor absolutely, absolutely niks. Oké? Als we gaan even verder, we hebben de energie van de zon. En de energie van de zon heeft wel de energie van de navelchakra van de aarde, oké? En dit is de chakra van de universal energy vibration. En weet je, soms als je hoort, je voelt jezelf niet goed en zo, je gaat even uit in de zon, als daar is geen zon, dan vraagt de zon energie over jou om te stralen door jou en even je oren even om schoon te maken. Dus vraag de radiation of de ray van de gouden licht en vraagt het even jou door te gaan. Weet je, ik zal de kaart hier op even achterlaten, dat jullie kan het best wel zien, omdat wij als een mens door allerlei dingen vergeten wij om de normale en de natuurlijke soorten van dingen wat je kan gebruiken om jezelf te genezen, oké? Dus als jij voelt jezelf niet lekker, als je voelt je een beetje moe en zo, omdat daar is iets wat mensen niet weten. Sommige mensen is gewoon een energy vibration van iemand anders. Dus deze soort van dingen is hier. En dit is wat is aan de hand. Dus ja, hier moet je op letten hiervoor. En ik ga zeggen, prettige maand en namaste.